Boven hebben we ook wel tv's, maar ik kijk dan vaak gewoon, ga ik op mijn bed liggen, kijk ik gewoon wat ik wil zien op mijn telefoontje. Dus ik loop dan naar de bushalte tv kijken om dan af en toe even te kijken of ik niet tegen iemand aanknal. Dat dan nog wel. Ja, maar ik vind die video's niet fijn op mijn telefoon. Dat vind ik te klein. Dus als het gaat over zo'n soort beleving, dan vind ik... Ik kijk ook nooit tv op mijn iPhone. Ik vind het wel lekker dat als ik bijvoorbeeld echt een film wil kijken op Netflix, dan vind ik het altijd wel het lekkerst om gewoon mijn laptop te gebruiken. Want die hoef je niet vast te houden. En dat is ook gewoon lekker een groot scherm. Ik vind het wel fijn dat ik die opties allemaal heb. Want het maakt het iets makkelijker voor je. Maar als ik geen tablet zou hebben, dan is het ook niet zo dat ik dan iets zou, is ook niet zo dat ik dan iets zou missen. Want hetgene wat ik op mijn tablet kijk, dat kan ik ook op mijn tv kijken. En ja, op zo'n computer heb je toch, ja, je ziet het wel. Dus het is wel functioneel, maar ja, dat boeit dan op de een of andere manier toch minder dan wanneer je het groter ziet. Een vriendin van mij die heeft deze tv ongeveer keer 3 of zo, keer 2. En ik vind het dan altijd wel fijn om bij haar dan tv te kijken. Dat vind ik altijd heel vet. Ja, nou, dit vind ik dus te klein. Ja, ik ben een beetje kippig aan het worden. Mijn opa en oma hebben zeg maar echt zo'n grote tv. In ieder geval echt twee groot. Twee slagen groter dan deze. Ja. Dat vind ik op zich wel chill, maar echt met van die spannende dingen of zo. Echt dat je groot beeld en veel geluid en zo. Het komt wat dichterbij als je op een telefoon of een tablet of een pc kijkt. Dit is wat geeft mij meer het gevoel van vrijheid. Nee. Het kan ook wel voorkomen dat we tegelijkertijd iets anders doen. Ja, dat we ook meerdere devices kijken. Mm-hmm. Dus dan zit ik in de erker bijvoorbeeld en dan kijk ik op de iPad eventjes een voetbalwedstrijd of iets. En dan zit jij op de bank en dan kijk jij een serie. De iPad en soms op mama's telefoon en soms doe ik het gewoon met mijn eigen. Met je eigen wat? Telefoon. Twee iPads, telefoon, heel soms de computer, ja, en dan de tv's natuurlijk die hier in huis. De telefoon kijk ik meer series en dan zoek ik het echt op. De grote computer kijk ik al wat meer films en dan op de grote tv gaat het dan meer richting dus losse afleveringen die dus even dan op tv zijn en dus Netflix en dan kijk ik ook van alles. De features op de afstandsbediening dat je tegenwoordig begin gemist kunt kijken bijvoorbeeld, dat is echt fantastisch. Je kunt gewoon laten inschakelen en dan vanaf het begin kijken door op een groen knopje te drukken. Hoe heet dat, ITV van de KPN of dat systeem wat ze tegenwoordig hebben? Ja, dat heeft ongelooflijk veel mogelijkheden. Op mijn tablet kan ik ook dit systeem ontvangen. Ik heb wel eens gekeken op de wc zelfs, als ik iets niet wou missen. Ik heb KPN compleet, dus ja, ik kan opnemen, ik kan uitzending gemist kijken, ik kan doen wat ik wil. Soms staat hier een iPad hier met voetbal, daar een andere zender met voetbal en dan staat daar staat nog met mijn vrouw en we samen een film te kijken. Dus het is hier het is een beetje een ratje toe af en toe. Live kijken, programma gemist, terugspoelen, opnemen, dat is gewoon de ideale manier van tv kijken. Het is voornamelijk voor mij, en dan het voorbeeld van die mediabox, het is gewoon veel gemakkelijker geworden. Je kan veel meer zelf bepalen wanneer je wat gaat kijken, waardoor het veel gemakkelijker wordt om te zien wat je wilt zien. En dat vind ik wel heel relaxed. De Chromecast, die heb ik een keer voor mijn verjaardag gekregen. Ja, dat is wel heel makkelijk, dat je met je telefoon superlui vanaf de bank een serie aan kan zetten. Ja, het is pure luxe, maar het zijn wel leuke gimmicks. Ik kan meer zelf kiezen waar ik naar wil kijken. Er is meer keus en er ligt meer macht bij mij als kijker om te doen en kijken waar ik zelf naar wil kijken. Online via mijn laptop. Oké. Ja. Via sites gewoon. Dan stream ik het naar de tv, want we hebben een Apple TV. Dus dan kan ik via mijn telefoon kan ik het dan op de tv afspelen. Uitzending gemist hebben, gewoon op de Tele 2 decoder zitten. Mijn zusje doet wel eens op de iPad dan een programma of een YouTube filmpje. En dan sturen naar de Apple TV. Dus dat je het dan vanaf de iPad naar de Apple TV op de televisie stuurt. Volgens mij ook dat NPO live meekijken was niet altijd beschikbaar. Dus dan, als er iets bezig was, wilde je het, kan je nu gewoon op live klikken op je laptop. En eerst moest je dan gewoon je tv aanzetten, want anders kon je het niet bekijken.
Je kan internetten erop. Die computer die hier beneden staat is heel oud. Boven staan andere, maar meestal zit ik op die. Maar dat lijkt me nou wel heerlijk om hier te gaan zitten als ik thuis kom. Even wat te drinken en dan zo eventjes, nog eventjes mijn mailtjes checken. En te doen. Nou, ik vond het gewoon leuk. Ik vond het een hebben ding. Dat heb ik niet zo gek veel, maar ik vond het wel gaaf.